Ik zal maandag ook mijn dokter bellen, kijken wat je gaat kosten. Ja, wel mijn muis. Een goedemiddag, deze middag. Het is vandaag alweer zaterdag 23 januari. We leven al heel laat, 14:42. En ik kom net naar beneden, maar ik ben lang niet in orde. Weer hoofdpijn. De hoofdpijn valt wel redelijk mee, maar ik heb ook een beetje een stijve nek. Schouder doet zeer. Dat ik denk dat ik verkeerd gelegen heb. Maar het kan gebeuren. Ik heb ook een pakket binnengekregen. Dus vandaag, die gaan we vandaag ook openen. Maar ik moet eerst de boefwaffies uitlaten. En ik moet naar de Vomer. Ik moet even voor Mary ook een boodschap doen. En ik moet voor mezelf haarlak halen. Want dat is op. Dus ja, ik moet er toch even naartoe. Kom. Daarin. Die blijft nog buiten, met een grote mond. Elwin hoor je niet, maar Rijka hoor je wel. Dus ja, komt allemaal goed. Ik hoop dat mijn oorbellen er fatsoenlijk in weten krijgen. Dus ik had altijd mee te hangen. Vooral met die knopjes. Kijk, aan de voorkant het gaatje wel vinden, maar dan de achterkant. Wie heeft er nog wel een zakenlast van? Maar in ieder geval welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, dat gaat allemaal op door. Ja, die is er doorheen. Slotje erop. Klaar. Volgende patiënt. Zullen we die erin zien te krijgen? En de ene oor gaat altijd makkelijker dan de andere. Ook tevreden. Die zit er ook door. Hup. Zo, wat is er, Elwin? Ik heb mijn hoofd bijna niet draaien, doet echt zeer. Vlieg, dan gaat die telefoon weer. Ze hebben hem wel nodig. Nou ja, ze wachten maar even. Ik kijk zo wel. Maar in ieder geval, ja, het is hier vreemd raar weer. Nou schijnt de zon. En we hebben al regen gehad, dus ja. En hoe de wind is, weet ik niet. Bij de poort is het 9 graden, zie ik. Ja, je hebt maar even geduld, Rijka. Ik ga deze doen. Je kriebelt, Elwin. Dat voel ik door mijn broek en allerlei. Kun je nagaan. Ja. Ja, je wacht maar even. Je wou er net niet in. Ga mee, hè? Ik moet wel wachten op jou, dan moet jij wachten op mij. Wat gemeen, hé? Zo, naar de laatste nog. En dan zullen we de dame binnen halen. En dan moet ik mijn rollator pakken en dan zal ik met ze gaan wandelen. Hé? Karin die had gisteren de waterblazer mee. En dan heeft ze Elwin helemaal lekker de haren eruit geblazen. Dat, ze is een kilo kwijt. Hé? Ja. Hé, meisje. Ik zal maandag ook mijn dokter bellen. Kijken wat je gaat kosten. Hé? Ja, je gaat, jij komt ook naar binnen. Wat moet je? Het is een klein donderstraal. Ben je gemeen? Rijka? Rijka? Moefies. Ja, nou oké, lieve vrienden. Dus ja, we hebben een hoop te doen.
Ik neem jullie dus niet mee, want het is een bliksembezoek en ja, ik moet gewoon even opschieten. Ik ga nou hier met de honden eruit. Er zit een gaasje in de doos. Daarna een kijkgaasje. Kunnen jullie gluren wat erin zit? Ik niet. Nee. Maar in ieder geval, ik ga de honden uitlaten en dan zal ik naar de FOMA toe, even boodschappen doen en ik kan gewoon gelijk door naar Mary. Ik zal ook die suikerbroden gelijk meenemen en ik zal kachel gelijk door, maar ik weet niet of ze geen hebben, want wat moet ze hebben? Ze heeft speciale koffie van Buisman met karamel, die koffie heeft. Dus ja, en die is bij haar in de wijze op bij de winkel, dus ja, dat is voor mij. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet van jullie dag, de honden zijn gek, ik ga er vandoor. Ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, dan ben ik weer thuis. Ik ben bij Mary geweest, ik ben nog even met haar aan het appen dat ik weer thuis ben, etc. Ik moet even afluisteren, maar dat komt zo wel. Ik zal het er even zeggen. Ik luister zo wel. Luister zo wel. Even. Punt. Dus ja, ik heb die doos hier. Die moet ik nog steeds openmaken. Wat erin zit. Ik ga het nou lezen. Hij is niet zwaar. Hij is super licht. Ik weet het niet. Echt niet. Dus ja, ik heb de schaar hier. Maar van me af. Jeetje. Nog niet hoor. Wat neem je? Van elkaar in. Ik ben aan het afval. Hoi. Spreek met. Ja, nou ja, ik was net aan het vloggen, dus. Ja. Mama, let even op. Ja. Ik let op. Ja, ik zie het. Dit is dus inderdaad 119. Ja, dat klopt. Ik zie het. Ik heb het nou maar net nagevraagd aan een buurjongen. Ik ben ook aan het vloggen. Mama, ah, maakt niet uit. Kijk, 119. Ja. Maar op deze straat gaan ze geheel slopen. Oké. Okay. Alle mensen. Oké. Okay. Over 2 jaar. Over 2 jaar. Nee, wat zijn dat? Even staan. Even duidelijker praten. Even praten, ook rustig praten. Een aantal mensen zijn al weggestuurd in deze straat, moeten buiten. Ja? Nu gaat het dit jaar gesloopt worden. Oké. Oké. Ja, ze zijn bij in een straat beland waar mijn moeder is geboren. Dus ja. Hoe mooi, hoe bizar. Opa en oma hebben hier gelopen. En uw opa en oma hebben hier. Mijn opa en oma, die hebben daar. Gewoond, hè? Hier. Hier. Hier hebben ze gelopen. Oké. Ja. Nou, mijn opa en oma, hè? Hè? Mijn oma en opa, die hebben daar gewoond. En mijn... Ja, en oma. En jouw oma, oftewel mijn moeder, is daar geboren. Ja, klopt, correct. Zo is dat. Nou, super schat. Maar ik ga mijn pakketje... Ja? Is goed, man. Ik ga mijn pakketje openen. Is het bij ons? Ja, samen. Let me see. Ik wil kijken. Ja, maar dat gaat zo niet, hè? Ik ben aan het vloggen. Ja, dan zet u... Mama, dan zet u uw telefoon even neer. Punt. Klaar. NL. Oh, klaar NL. Ja, oh. Nou, dan moet ik eerst die stekker er weer uithalen, want hij staat aan de stroom. Ik weet niet of dat zo wil allemaal. Ga jij daar even weg? Kan dat? Nee, dat gaat schop.
verhommelen. Kan dat zo? Zie je wat? Heel goed. Ja, ik blijf gewoon even dit in dit huis filmen, ja. Nou, dat wil allemaal niet. Ik heb niet een... Natuurlijk wel. Gewoon even een schaartje, man. Ik had een schaartje, maar dat wou niet. Maar dan niet. Oh, god. Weet je, wat is dit? Een zootje papier? Ja, wel een muis. Jeetje. Nou, meer zit er niet in. Heel veel plezier, mam. Heel veel plezier. Ik ga nog even vloggen, ja? Is goed. Doei, doei. Doei. Mag er niet af? Ik had een nieuwe muis besteld. Maar ja, dan hoop ik ook wel. Ja, er zit snoeren. Want mijn muis... Hij wil haast niet meer scrollen. Ik heb iedere keer heel veel problemen met scrollen. Dan wil ik naar boven toe scrollen omdat ik beneden ben. En dan ben ik wat aan het zoeken. Op Facebook of zo. En dan kan je dat... Dat wil niet. Nou, en dan heb ik dus een nieuwe muis gekocht. Ja, wat moet dat in zo'n klein pakketje? Ja? Nou, dan heb ik zo'n grote doos. Ja? Dan heb ik zoveel papier. Dan staat hij dus scheef in. Ja, en dan heb je nog een stuk papier. Dan leg je er overheen en dan wordt hij dichtgemaakt. Wat voor onzin is dat? Ik kan er niet met mijn pet bij hoor. Nee, dat niet. Het is wel een makkelijk doosje om dingen in op te bergen. Ja toch? Nou, dan gaan we hem verder openen. Dat is met plakband. Hup. 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 Dat open. Dat open. Waarom wil het nou nog niet? Hij wil er niet uit. Wat bizar. Weg met je neus. Zo. Waarom? Dan duwen we hem er toch uit. Zo. Boom. Mag niet. Oh, dat is plastic. Huh? Nou ja, dan moet ik zo meteen mijn muis opnieuw doen. Hele mooie muis. Ik weet niet wat voor kleur licht erin zit, want het behoort licht in te zitten, want hij lijkt heel veel op die van mijn man. Die hek daar, daar werk ik dus mee, maar dat scrollen wil niet meer. Dus ja, we zullen het afwachten. Hij is toch weer mooi? Ja, echt perfect. Grandioos. Ik ben er blij mee. Dan moet hij het ook nog doen zelf. Maar dan moet ik... Dat doe ik zo meteen na de koffie, als ik koffie heb. Op heb, dan ga ik hem aansluiten, want ik moet een boel daar ook nog voor hebben. Ik moet met mijn stoel naar beneden toe, anders kan ik er niet bij. Ja, ook dat allemaal nog. Dus ik ga eerst mijn koffie lekker opdrinken en ik heb een koekje erbij. En ik had er zat een nootje op en nootjes krijg ik niet weg. Toen is mijn koek gebroken. Nou, je moet toch een stukje me maar in, anders krijg ik het niet weg. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Uiteraard maak ik jullie straks... Ja, nou ja, die andere muis kunnen jullie ook zien. Ja. Kijk, hier heb ik deze muis. Nou ja, dat is dus deze. En daar werk ik gewoon mee. Ja. En er zit rood licht in. Maar ik zal zomers, als ik dus met die deur heel lang openzet... Tot weet ik veel laat... Heb ik geen licht aan, behalve... Nee, zelfs die niet eens. Jawel, dat lampje heb ik wel aan en voor de rest niks. Maar dan, ja, dan zie je muis ook. En soms heb ik dat lampje ook al uit, hoor.
En dan zit ik in het donker te werken, maar dan zie je tenminste je muis. En dat kan ik zo ook doen, weet je. Even lichtje erop schijnen, als ik al typen moet. Maar meestal ben ik gewoon met mijn muis aan het werken, dus ja. Hoef ik ook niet te typen? Nee! Dus, maar ja, wat een vreemde doos. Jongen, nog maar toe, waarom moet het zo groot? Overdreven. Ja. Enkel, ja, hier staat enkel het tekentje van het merk erop. En, het is eigenlijk een gaming mouse. Maar ja, ik game bijna niet. Maar het maakt niet uit. Hij is wel lekker in de hand. Oh. Hij ligt super heerlijk in de hand. Maar het is wel de bedoeling dat ik wel weer ga gamen, maar dan in Second Life. Ja, ik wil toch daar weer eens naartoe. Maar ik ga straks eerst ook een vlog in elkaar zetten met mijn nieuwe muis. Kijken hoe dat werkt. Ja, ideaal. En ja, je zou eigenlijk willen weten waar zijn die knopjes allemaal voor. Dat is naar voren toe, dat is naar achteren toe. Oké, dus ook naar voren, dus ook naar achteren. Nou, we zullen het beleven. We merken het wel. Ja, ik ga de troep even opruimen. En ja, het komt goed. Ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei!